Hoe kan de aandelenmarkt in een milliseconde compleet onderuit gaan? Dit is de Universiteit van Nederland. $300 miljoen besteden Amerikanen om een lijn te trekken, een kabel te trekken, zo recht mogelijk van Chicago naar New York, een glasvezelkabel. Dwars door bergen heen, dwars door rivieren heen, zo recht mogelijk. Om maar snel te kunnen handelen tussen die twee steden waar de grootste beurzen van Amerika zitten. Wie zijn dat dan? Dat zijn beursbedrijven. Die flitshandelaren worden ze genoemd. Die zo snel mogelijk willen handelen tussen die beurzen. En de snelheid hier praten we over milliseconden. Dus die kabel die schaafde weer een paar milliseconden van die communicatie tussen Chicago en New York af. Milliseconden, dat is een duizendste van een seconde. U en ik, wij klokken op 100 milliseconden. Dus wij zijn als mensen volledig buitenspel. Het is allemaal computergestuurde handel, flitshandelaren die hun computers, hun handelsrobots feitelijk gebruiken om die handel te doen. Snelheid, is dat echt nu iets van de laatste jaren of is dat eigenlijk altijd al in die handel? Het zal u niet verbazen, dat is altijd zo geweest in de handel. En als we dan 3 eeuwen teruggaan naar de 18e eeuw, dan hadden we de twee grootste beurzen in de wereld feitelijk, waren Londen en Amsterdam. En ook toen wilde je snel handelen tussen die twee beurzen. En ja, die technologie was er nog niet. Althans, er was wel technologie, maar dat was eerst een paard. Dus als je een order wilde sturen vanuit Londen naar Amsterdam, dan ging je eerst op een paard naar de kust toe, Harwich. Dan ging je op een boot, op een zeilboot. Dat kostte je dan 2 dagen om het kanaal over te zeilen. Daar kwam je uit in Hellevoetsluis en daar ging je met een paard verder naar Amsterdam. Ja, dus in totaal kostte dat 4 dagen. En als de wind gewoon even niet gunstig stond, als de wind uit het oosten kwam, ja, dan moest je nog wat vaker heen en weer met die boot. Dus dan kwamen er zo nog maar een paar dagen bij, zo niet weken. Ja. Nou, de technologie die schreed voort. De telefoon kwam er op een gegeven moment, dus je kon je orders doorbellen naar de beurshandelaar. En op een gegeven moment die hem dan op de beursvloer feitelijk zal verhandelen voor je. Computers kwamen, dus je kon elektronisch een bericht sturen naar je handelaar. En die ging dan naar een beursvloer toe om dat stuk te verhandelen voor je. En die beursvloer, dat is toch altijd wel iets magisch. Hè? Dat is, kent u dat beeld? Allemaal potige mannen met gekleurde jasjes, die hevig gebarend en schreeuwend koop, verkopen. En dan proberen op zo goed mogelijk prijs een transactie te doen. En ik heb wat geluid meegenomen om dat eventjes te beleven hier. Dat is toch wel leuk om dat geluid eens even te horen. Voelt u dat? Die dynamiek van de markt? Nou, vandaag de dag klinkt een beurs als volgt. Vredig gezoem van computers, van processoren. Die beurscomputer die koop- en verkooporders aan elkaar matcht, die staat in Londen. Niet in het centrum in Basildon. Nooit van gehoord zeker, althans ik kende het niet. Er staat een grote loods, in het midden van die loods staat een beurscomputer en die knoopt al die elektronisch binnenkomende koop- en verkooporders aan elkaar en creëert transacties. Al die flitshandelaren met hun computers staan daar omheen. Dus u moet zich letterlijk dat voorstellen. Er staan een aantal computers om die beurscomputer heen, om de kabel zo kort mogelijk te houden feitelijk. En die staan daar met die beurscomputer te handelen. En u en ik? U en ik handelen ook met die computer. U denkt, nou, ik heb nog nooit een aandeel gekocht of een obligatie. Dat heeft u wel, want we hebben allemaal pensioen, verzekeringen. En die pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, die handelen voor ons. Dus die sturen vanuit Amsterdam of waar ook ter wereld, die koop- en verkooporders naar die beurs toe. Ik heb u nog niet verteld, wat zit daar dan achter? Waarom is die snelheid nou zo belangrijk? Hoe werkt zo'n beurshandel nou eigenlijk? En ook, hoe kan het in een milliseconde in elkaar klappen? De linkerkant van de zaal, u bent een markt. En hier zitten voornamelijk verkopers.
En aan de rechterkant van de zaal, u bent een andere markt, u bent voornamelijk kopers. Dus u heeft een goudklomp hier en in de andere markt leg ik ook even een goudklomp neer. En we starten die markt. Die markt die begint en hier zitten voornamelijk verkopers zoals ik zei. Dus u bent aan het verkopen en er zijn er maar een paar kopers. Dus die markt, daar komt heel veel goud op. Ja? Heel veel goud, die prijs die glijdt feitelijk weg, want er zit een enorme verkoopdruk op deze markt. En er komt steeds meer goud beschikbaar en u blijft verkopen. En oh, vreselijk, zulke lage prijzen. En hier is één verkoper en u wil allemaal kopen, dus u bent zwaar aan het bieden. En die prijzen die schieten omhoog. Torenhoge prijzen zien we hier. Om dat goud te bemachtigen. U bent niet gelukkig, u ziet er niet gelukkig uit. U betaalt een veel te hoge prijs voor dat goud hier. En u krijgt helemaal niks voor al het goud wat u op de markt brengt. Oké. Prima. Nog een keer. We starten opnieuw. We starten opnieuw, maar ik doe nu mee als flitshandelaar. Dus ik zet die markt weer aan. Ik ben nogmaals de flitshandelaar. Mijn handelsrobot zit bij de markten in de gaten te houden. Maar ik heb geen enkele haast. Ik heb alle tijd. Ik wacht even totdat hier al die verkopers die stukken aan het verkopen zijn. Ja, u bent dat allemaal aan het verkopen. Daar zie ik ondertussen de prijs hard oplopen weer. En nu... Nu die prijs in technisch jargon rock bottom is, ja, hier, zo laag. Nou, nu zie ik een fantastische transactie van mij. Ik ga het namelijk hier kopen, op die enorm lage prijs. En ik ga het aan u verkopen, op die enorm hoge prijs. Fantastische transactie van mij. Ik koop enorm laag, ik verkoop heel hoog. Ik hou niks over, behalve geld. Ja? Heerlijk. Nou, dan denkt u, die flitshandelaren, daar hebben we dus helemaal niks aan. Het enige wat hij doet, is hij brengt wel eens de stukken die hier dan op de markt komen naar de andere markt. U verkoopt nog steeds links op die lage prijs en u koopt nog steeds op een veel te hoge prijs. En nu komen we op de essentie. Want nu zet ik snelheid aan. En dat kan ik alleen maar doen als ik niet alleen ben. En u hiervoor, doet u even mee, u bent ook flitshandelaar. Ja? Wij gaan allemaal flitshandelen tussen deze twee markten. Dus ik begin weer opnieuw. Maar ik heb nu gezelschap. Er zijn nog een aantal flitshandelaren erbij. De markt staat weer aan en het eerste goudstuk komt hier op de markt. En daar komt de eerste koper. Nu zijn wij geprikkeld, u en ik, om zo snel mogelijk naar deze markt te gaan. Dit goud te kopen op een ietsje lagere prijs. Want de prijs is iets gedaald hier. En als ik het niet doe, dan doet iemand anders het. Ja? En razendsnel hier te verkopen. Want hier ligt de prijs ietsje hoger, want hier was al een koper gekomen. Volgende goudstuk komt op de markt. Wij rennen weer naar die markt. Wij zien die markt. We zijn allemaal aangekoppeld aan beide markten. De prijs is weer ietsje onder druk komen te staan hier. Wij kopen weer iets lager en verkopen weer iets hoger. Soms ben ik de eerste, soms bent u de eerste. We hebben weer die stukken naar de andere markt gebracht. En we hebben een boterham verdiend. Want we verkopen nog steeds laag en verkopen hoog. Maar niet meer op die grote prijsverschillen. En u bent een stuk gelukkiger. Niet? U heeft de prijs niet zo ver weg zien glijden en heel snel handel gekregen. En u heeft de goud gekregen waar u naar op zoek was. Maar niet tegen die torenhoge prijzen. Tegen een fatsoenlijke prijs. Ietsje hoger dan de gemiddelde prijs, maar niet die torenhoge prijzen. Dat hebben we gecreëerd met z'n allen. Meerdere markten die aan elkaar verbonden zijn door die flitshandelaren. En snelheid zorgt dat wij eigenlijk door tucht van de markt gedisciplineerd blijven om snel te zijn, maar vooral ook om niet te veel te verdienen. En we houden elkaar scherp. En tegelijkertijd, u zit in die beide markten, vergeten mensen vaak, u zit in die beide markten. En die markten waarop u handelt, die zijn feitelijk, ondervinden die ook het tucht van de markt, want die zullen de tarieven die u moet betalen om die handel te doen, laag moeten houden. Aan beide kanten, anders gaat u aan de andere kant van de zaal zitten. En eigenlijk de handelssystemen vriendelijk houden. Dus we hebben concurrentie tussen beurzen. En we hebben flitshandelaren die feitelijk het lijm zijn tussen die beurzen. Handel in milliseconden. Geen mens zit er meer tussen. Gaat het dan niet eens een keer mis? Het ging vreselijk mis in 2010. 6 mei. 3:15 middags in Amerika. In 1-2 minuten donderde de beurs daar in elkaar. Echt procenten werden verloren. Er werd zoveel waarde verloren in die 2 minuten. Dat waardeverlies was groter dan de totale kosten van de oorlog in Irak. Maar een paar minuten later was het weer terug.
Een paar minuten later stond die prijs weer op het niveau waar het voor die crash stond. Dus we hadden een beurskracht eigenlijk binnen de dag. Opgelost in een half uur. Dat wordt ook flitskracht genoemd of flash crash. Ja? Nou, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet te veel hebben althans, want dan kunt u wellicht het vertrouwen in die beurs verliezen. En dan stopt u dat geld weer in de sok. Wat gebeurde daar nou? Wat feitelijk gebeurde is dat we links zo'n grote verkoopdruk hadden, wij als flitshandelaren. We hadden links zo'n grote verkoopdruk dat die prijs, die werd weggedreven, maar wij deden ons best. Wij kochten dat goud links en die kopers die zaten in andere markten. Dus we wilden het rechts verkopen. Maar er was zo'n grote verkoopdruk, met name één grote fonds wat aan het verkoop miljarden in een paar minuten wilde verkopen, dat de lijnen onder druk gingen staan. De verbindingen vertraagden. Er kwam zoveel verkeer door die leidingen met die beurzen, die wij feitelijk als flitshandelaar, omdat we het zo druk hadden, creëerden we die druk. Dat vertraagde. Het is feitelijk het beeld als u thuis aan het internetten bent en de hele familie is thuis en ieder doet zijn ding, gamen, downloaden, dan vertraagt het. En u moet dat vergaderstuk downloaden en dat moet u nog commentaar opgeven voor die vergadering van morgen. Maar misschien krijgt u dat stuk niet eens omdat de verbinding zo traag is. Dat gebeurde hier ook. Die verbindingen werden zo traag dat wij als flitshandelaren wisten niet of we die stukken nog wel konden verkopen. We zaten met al dat goud, hè, om even spreekwoordelijke goud weer te gebruiken. We zaten met al dat goud, maar we wisten niet of we het kwijt. Wat gebeurt er dan? In technisch jargon heet dat de hete aardappelhandel. Ja. Wij zitten met al die stukken, wij willen ze niet hebben, we kunnen ze niet verkopen. Dus we gaan ze onderling verkopen. Ik wil heel snel dat goudstuk wat ik in de hand heb, wil ik heel snel vanaf. En de enige manier waarop ik daar vanaf kan veilig is om het aan die andere flitshandelaren te geven. En die handel krijg je tussen die flitshandelaren alleen maar op gang als je die negatieve prijsspiraal start. Ja, dus die prijs die schoot helemaal weg omdat die flitshandelaren die stukken niet kwijt konden. Dan slaat er een stop door. Nou, niet letterlijk, maar figuurlijk. De beurs wordt automatisch stilgezet. Adempauze. En een adempauze voor computers, dat is 5 seconden. 5 seconden hadden ze nodig om te bedenken of ze die handel nog wilden doen en wat er nou precies aan de hand was in die markt, et cetera. En na die 5 seconden krabbelde die markt weer helemaal terug. De flitskracht of flash crash. Moeten we dan gewoon weer terug naar paard, boot, wagen, handelsvloer? Nou, ik denk van niet. Ik denk van niet en ik heb net zelf een overzichtsartikel geschreven. Ik heb 100+ academische studies uit en te na gelezen en samengevat. En als je er even van de maan naar kijkt, dan kun je zeggen dat wat er feitelijk gebeurd is één grote automatiseringsslag. We hebben de mens vervangen door computers in al die jaren. En in alle bedrijfstakken heeft dat kostenvoordelen opgeleverd en zo ook in die effectenhandel. Gigantische kostenvoordelen. Uw verzekeringsmaatschappij, uw pensioenfonds, uzelf wellicht, bespaart inmiddels tientallen procenten op uw tarieven. Door die concurrentiedruk. En nu zit de prijzen als uw handel niet zo ver meer wegglijden, om redenen die we net bespraken. Een beurskracht komt voor, maar we moesten alweer terug naar 2010. Om een goed dramatische beurskracht te vinden. En nu, 2016, is heel veel milliseconden verwijderd van 2010. Dus het is eigenlijk bizar dat er met al die handel in die snelheid geen andere dramatische beurskracht meer is geweest. Want gehandeld wordt er nog steeds en heel veel. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Om kort te gaan hebben we dus een goedkoper systeem gecreëerd. Wat ik durf wel te zeggen betrouwbaarder is uiteindelijk. En daardoor dus beter. Dank u wel.